goed afnemen. Geachte aanwezigen hier in de aula en ook op de livestream, dan moeten we een beetje zo kijken dadelijk. Welkom in de aula bij deze bijzondere gelegenheid. Mijn naam is Rianne Letschert en ik ben de rector magnificus van deze universiteit. En dit is mijn laatste oratie die ik ga voorzetten. Dat is bijzonder dat ik dat net vandaag hier bij jou mag doen. Want we hebben een nieuwe rector en die begint eind januari. En tot die tijd hebben we de oraties verdeeld. Dus dit is echt mijn laatste, kreeg ik net ingefluisterd. Dus ik sta hier ook met enige weemoed, want dat is eigenlijk wel een van de mooiste delen van onderdelen van mijn baan. Dus ik ga daar heel erg van genieten, extra dan ik normaal al doe. We gaan vandaag onze nieuwe hoogleraar professor Bastiaan de Galan inaugureren. Die zo direct een oratie gaat houden, getiteld Hoge pieken, diepe dalen. Een mooie titel, kan ik zeggen, die primair zal verwijzen naar het vakgebied van professor de Galan, maar deze dagen toch ook wel erg doet denken aan de coronastatistieken die we op het journaal regelmatig krijgen voorgeschoteld. En helaas zitten we dus nu weer in zo'n coronapiek, die ervoor zorgt dat deze oratieplechtigheid en vooral het feest erna weer anders zal verlopen dan gehoopt. En ik hoorde net dat het de derde keer is dat je hem hebt moeten verzetten. En dat je nu ook dacht, nu ga ik het gewoon door laten gaan. Want op een gegeven moment, dan is het ook niet meer ook mentaal dat je op een gegeven moment denkt, ga ik het nog wel of ga ik het nou niet doen? Maar wat fijn dat we toch hier vandaag met een klein gezelschap aanwezig kunnen zijn. En ook natuurlijk tegenwoordig via de livestream vaak ook heel veel mensen hebben die meekijken. Dat zul je hierna horen, hoeveel dat er dan zijn. En dat is toch ook altijd wel leuk om te zien, hoeveel interesse daarvoor is. Nou is professor de Galan sinds zijn benoeming hier in Maastricht misschien ook niet anders gewend. Want vrij snel nadat jij hier begon, bij de vakgroep interne geneeskunde van het Maastricht UMC+, begon deze pandemie. Waardoor dus de oratie werd uitgesteld en ook vooral in de patiëntenzorg er heel veel extra uitdagingen lagen. En ik heb ook begrepen dat jij daar nooit over klaagt. Daar zal ik dadelijk nog het een en ander meer over zeggen. Graag wil ik ook de familie van Bastiaan van harte welkom heten. In het bijzonder jouw kinderen, Ruben en Evie, de fotografen, heb ik dat goed gehoord net. En ook jouw partner Ginette en natuurlijk jouw moeder, zus en verdere familieleden. En ik heb begrepen dat jouw vader helaas niet meer leeft, maar als voormalig hoogleraar analytische scheikunde in Delft had hij het vast super geweldig gevonden om deze stap van jou te zien. Nou, al voordat deze professor de Galan in 1996 begon aan de opleiding tot internist, schreef hij zijn eerste wetenschappelijke artikel over de te lage bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten. En dat is het onderwerp dat jou tot op de dag van vandaag weet te boeien. Want terwijl insuline dit jaar 100 jaar bestaat als medicijn voor mensen met diabetes, geldt dat helaas ook voor de problematische kant van dit middel, en dat zijn de hypo's. Eén dag per week werk jij nog bij het Radboud Universitair Medisch Centrum, een van onze partners waarmee we steeds inniger relaties aan het opbouwen zijn, dus dat is mooi, waar jij jouw opleiding destijds ook voltooide en de afgelopen jaren werkte als internist. En in die ene dag coördineert professor de Galan onder andere de Europese Hyper-Resolve Study naar de klinische, psychologische en gezondheidseconomische gevolgen van hypo's en de onderliggende mechanismen. Daar gaan we dadelijk vast veel meer over horen. Nou, daarnaast stond jij natuurlijk aan de wieg van de International Hypoglycemia Study Group, waarin vakgenoten met hetzelfde interessegebied zich verenigen. Net als de meeste hoogleraren, en dat is, vind ik altijd bij de mensen vanuit de geneeskundehoek nog extra indrukwekkend, geef jij en ontwikkelt jij onderwijs op het gebied van diabetes, heb je natuurlijk je hele grote patiëntenpopulatie, onderzoek, leiderschap. We zijn bezig met het hele erkennen en waarderen programma en dan ben ik heel blij dat we ook apart aandacht hebben voor de hele tak van patiëntenzorg, wat er nog eens bovenop komt naast de andere academische taken van de hoogleraar. En het is ook fijn dat het MUMC Plus zo actief betrokken is bij dit hele programma, om ook recht te doen aan die variëteit van taken van eigenlijk alle collega's die hier nu in deze mooie toga's om mij heen zitten.
Wat ik wel heb gehoord is dat jouw collega's in Nijmegen hopen dat jij na de afronding van het HypoResolve project in 2023 nog wel een dag in Nijmegen zal blijven. Want, zeggen ze, Bastiaan is een super collega. Het staat er gequote, dus dat is de woorden die ze hebben gegeven. Hij is een bruggenbouwer en een harde werker. Dus je moet wel de belofte dadelijk even doen dat je Nijmegen niet achter je gaat laten. En dat hebben ze inmiddels in Maastricht ook geconcludeerd, hoorde ik. Ze omschrijven jou als zeer collegiaal, zeer kundig, fijn en een bescheiden mens. En dat jouw dagen soms erg lang moeten zijn met het reizen van Nijmegen naar Maastricht, merk je eigenlijk niet aan hem, zeggen ze. Onvermoeibaar dus ook, met veel energie. Dat verandert hopelijk misschien ook in ieder geval de travels die je moet doen als jouw huis in Maastricht op de Groene Loper. Wat een mooie plek. Vroeger wilde je daar nog niet in de buurt gevonden worden. Tegenwoordig is dat, tenminste, ja, mag ik niet zo zeggen, maar het is nu volgens mij een heel, heel mooi gebied. Het moet nog gebouwd worden, dus het duurt nog even, maar dat is wel een heel, heel mooi vooruitzicht, ook voor jou en jouw gezin. Als je het dan over die hoge pieken en de diepe dalen hebt, dan is Zuid-Limburg ook voor jou een geweldige vestigingsplaats. Want ik hoorde dat jij heel graag mountainbiket. Dat kun je in Nijmegen natuurlijk ook wel goed doen, maar Maastricht en Limburg is natuurlijk de perfecte plek voor ook dat soort sportieve activiteiten. Nou, ik heb genoeg gezegd. Ik wens jou heel veel succes bij jouw continuering of jouw voortzetting van de leerstoel en alle samenwerkingen die je van daaruit gaat opzetten. En dan gaan wij nu luisteren naar de inaugurele reden van professor Bastiaan de Galan. Aan jou het woord. Dank u wel. Geachte mevrouw de rector, waarde collega's, lieve familie en vrienden. Ik weet niet of u het weet, maar het is vandaag Black Friday. En ik was even bang dat dit een slecht voorteken zou zijn. En dat bedoel ik natuurlijk niet dat u liever op koopjesdag zou gaan dan hier naar mij luisteren. Hoewel, voor sommigen misschien wel. Maar dat we recht op een harde lockdown afstevenen. Want het gaat natuurlijk niet goed met de crisis hier in Nederland. En veel mensen kunnen om die reden ook niet bij deze oratie aanwezig zijn. Wat had ik u allen graag, die nu naar luisteren kijken, hier aanwezig willen zien in de zaal. Maar het feit dat u meekijkt via livestream doet me toch heel erg goed. Als u deze figuur ziet, denkt u misschien ook wel aan de crisis van dit moment. En denkt u aan de golven van het ziekenhuis en IC-opnames. Maar ik ga het natuurlijk niet hebben over COVID-19 vandaag. Wat u hier ziet is een weergave van de schommeling van de bloedsuiker, van glucose, bij mensen met diabetes en bij mensen zonder diabetes. Zonder diabetes in groen en bij mensen met diabetes in geel. En u ziet dat in een normale situatie in groen, dat de glucose binnen zeer nauwe grenzen wordt gehouden. Er zijn nauwelijks pieken en helemaal geen dalen. Maar bij diabetes zie je dat de glucose over de hele linie verhoogd is en er treden na de maaltijden hoge pieken op. Overigens is het maar een kunstmatige situatie, gebaseerd op alleen 3 maaltijden. De werksituatie ziet er vaak heel anders uit. Hier ziet u een uitdraaien van een glucosesensor van iemand met type 1 diabetes. Elke dag van de week is weergegeven met een aparte kleur. Het is een weerwar van lijnen met zeer forse pieken en van hoge glucose. En ook diepe dalen onder de rode lijn die de ondergrens van het normale bereik weerspiegelt. Die diepe dalen kunnen zowel overdag voorkomen als 's nachts. En we noemen die diepe dalen hypoglycemie of ook wel hypo's. Zij vormen de voornaamste onderwerp van mijn reden. Momenteel hebben in Nederland meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland diabetes. En elke dag komen er 140 mensen bij. Per jaar zijn dat er meer dan 50.000. Over 20 jaar zullen bijna 1,5 miljoen Nederlanders diabetes hebben. Hoewel er meer vormen zijn, onderscheiden we type 1 diabetes en type 2 diabetes. Het gaat er bij een kleine 10% van de gevallen om mensen met type 1 diabetes. En bij 90% van de gevallen is het merendeel, overgrote merendeel, om type 2 diabetes. Type 1 diabetes betreft vooral kinderen en jongvolwassenen, maar het kan zich op elke leeftijd manifesteren. Het kenmerkt zich door het uitvallen van de eigen insulineproductie. En mensen met deze vorm van diabetes zijn dus afhankelijk van het spuiten van insuline.
Mensen met type 2 diabetes en overtegen wat ouder en vaak speelt, is er sprake van overgewicht. Hoewel mensen met type 2 diabetes aanvankelijk kunnen worden behandeld met levensstijlaanpassingen en pillen, heeft momenteel ongeveer 20% van de populatie ook insuline nodig. In totaal zijn er in Nederland dus meer dan 300.000 mensen die afhankelijk zijn van behandeling met insuline. Dames en heren, ik moet u bekennen dat ik het eigenlijk helemaal niet zo erg vond dat ik mijn oratie in vorig jaar een jaar moest uitstellen. En dat is, en professor Letjes meldt dat al, dat dit jaar, precies 100 jaar geleden, is dat insuline voor het eerst werd ontwikkeld. 100 jaar geleden was dat Frederick Banting en zijn studentassistent Charles Best in Toronto in Canada uit slagvee insuline wisten te verkrijgen voor de behandeling en geschikt wisten te maken voor de behandeling van mensen met type 1 diabetes. Voor die tijd was er geen behandeling en leidde type 1 diabetes onherroepelijk tot de dood, soms al binnen enkele weken. Alleen met een werkelijk koolhydraatloos dieet kon het leven nog wat worden gerekt. Maar dat ging ten koste van extreme vermagering en uitputting. Met de ontdekking van insuline als behandeling voor diabetes redden Banting en Best niet alleen het leven van een paar kinderen met type 1 diabetes, maar het wereldwijd dat van miljoenen kinderen en volwassenen met diabetes daarna. 2 jaar later kreeg Banting in 1923 dan ook de Nobelprijs voor geneeskunde voor deze ontdekking. Men dacht even dat met insuline diabetes kon worden genezen, maar we weten natuurlijk nu dat dat niet het geval is. Wel nam de levensverwachting van mensen met type 1 diabetes met grote sprongen toe. Voor het ontdekken van insuline bedroeg die maximaal een jaar, misschien 2. Maar daarna schiet de levensverwachting met decennia omhoog, zoals u in deze figuur kunt zien. Omdat Banting vond dat insuline voor iedereen beschikbaar moest zijn, hij was een echte weldoener, verkocht hij het patent op insuline voor het bedrag van maar liefst $1. Helaas is de wens niet helemaal uitgekomen. 100 jaar na de uitvinding zijn er nog steeds landen in de wereld waar insuline weinig tot niet verkrijgbaar is. En dat kunt u dat zien hier in het midden van de figuur. In de recent redactioneel commentaar in de Lancet werd insuline daarom een technisch succes genoemd, maar een logistieke mislukking. Maar ook hier zijn we nog niet. Data uit onder andere Australië, hier in het rood te zien, laten zien dat de levensverwachting van mensen met type 1 diabetes rond de 70 jaar is. Dat is geweldig in vergelijking met 100 jaar geleden, maar het is lang niet op hetzelfde niveau als voor mensen zonder diabetes. Een maand geleden bracht het Diabetesfonds een bericht naar buiten dat de levensverwachting van mensen met diabetes, ook in Nederland, nog steeds altijd fors lager is dan die van mensen zonder diabetes. Voor iemand van 50 jaar met type 1 diabetes gaat het om 13 jaar kortere levensverwachting. En voor mensen met type 2 diabetes om gemiddeld 4 jaar. Hoe is dat mogelijk? Ik ga uitleggen dat hypoglycemieën, te lage bloedglucose, hier een belangrijke rol bij spelen. Hier ziet u een aantal complicaties van de voornaamste complicaties van diabetes. Zoals je ziet gaat het om schade aan verschillende orgaansystemen. Zo is diabetes nog altijd een van de meest voorkomende oorzaken van blindheid, van ernstige nierproblemen, waarvoor nierfunctievervangende therapie vaak nodig is, en van amputaties aan tenen, van tenen, voeten en onderbenen door diabetische voetproblematiek. Mensen met diabetes hebben naast een 2 tot 3 maal verhoogde kans op het krijgen van en overlijden aan hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct. Leiden aan cognitieve schade, dementie, hartfalen en ademverkalking. Veel onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de complicaties van diabetes en het ontrafelen van de onderliggende mechanismen. Daarin mag de inmiddels bijna 10 jaar lopende Maastricht-studie natuurlijk niet onvermeld blijven. In dit langlopende populatieonderzoek, waaraan 9000 Maastrichtenaren met en zonder type 2 diabetes deelnemen, is op dit gebied al veel baanbrekend werk verricht. Hoewel het onderzoek zich al richt op type 2 diabetes, zijn veel van de uitkomsten ook relevant voor mensen met type 1 diabetes. Maar goed, bij type 1 diabetes speelt de chronisch verhoogde bloedsuiker een belangrijke rol bij het ontstaan van de meeste complicaties. Intensieve behandeling met insuline kan het risico op schade aan de ogen, nieren en zenuwen met meer dan 50% verlagen. Met alleen insuline kom je er niet, het gaat er ook om hoe je dat toedient. In dit geval gaat het om meermaandaagse toediening van insuline in afgepaste hoeveelheden die daags kunnen variëren op basis van maaltijden, inspanning en gemeten bloedglucose. Deze behandeling, die sinds de jaren 90 van de vorige eeuw standaard is geworden, vraagt veel van mensen en heeft ook een keerzijde. En de keerzijde is dat de kans op hypoglycemieën en met name hypoglycemieën waarbij hulp van medische hulpdiensten nodig zijn, met meer dan een factor 3 toeneemt, zoals je hier aan de rode figuur ziet. Hypoglycemieën komen mensen met type 1 diabetes heel vaak voor. Het gaat om gemiddeld 70 tot 100 hypo's per jaar, maar de variatie is groot. Dat zijn dus ongeveer 2 per week, maar 1000 in het leven van iemand met diabetes. Het is opvallend dat wereldwijde schattingen nauwelijks uiteenlopen. En gelukkig kunnen verreweg de meeste patiënten
verreweg in de meeste gevallen, hypo's zelf oplossen. Bij hypo's die 's nachts optreden, en dat ziet u aan de rechterkant, is dat minder vanzelfsprekend. Die verstoren dan niet alleen de nachtrust van degene met diabetes, maar ook heel vaak die van een partner of een ander familielid. Hypoglycemieën zijn acuut ontregelend en hebben een grote impact op de tal van aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven. Van mensen met diabetes en soms ook van mensen in de omgeving. Die impact betreft verstoring van het dagelijks leven, uitvoering van werk en studie, relatie- en gezinsleven, vrije tijd en sport, mentale gezondheid, lichamelijke gezondheid, slaapkwaliteit, seksleven, bewegingsvrijheid en de vrijheid om te eten wat je wil. Het gaat dan niet alleen om onprettige gevoelens en angst, maar spelen ook gedrags- en cognitieve componenten die nodig zijn voor een adequate reactie om hypo's te voorkomen of tijdig te behandelen. En het heeft invloed op de omgeving, bijvoorbeeld in een relatie met anderen. Hoe komt dat eigenlijk, dat hypoglycemieën zo vaak voorkomen? U realiseert zich misschien niet, maar er zijn tal van factoren die de bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Ik noemde al maaltijd en inspanning, maar de Amerikaanse organisatie DiTribe onderscheidt maar liefst 42 factoren. Sommige van die factoren veroorzaken vooral een stijging van de glucose, andere daling. Maar er zijn ook factoren die dan weer een daling veroorzaken en dan weer een stijging. Als je geen diabetes hebt, hoef je daar dus niet aan te denken. Dan gaat het automatisch. In je lichaam wordt de afgift van insuline automatisch afgestemd op de behoefte. Maar u begrijpt dat het praktisch ondoenlijk is om met al die factoren rekening te houden als je zelf de juiste dosis moet bepalen. Het is voor mensen met type 1 diabetes dus letterlijk schipperen tussen de hoge glucose en de lage glucose. Vergelijkend met Odysseus hier, die tijdens zijn tocht moest laveren tussen de veelkoppige Scylla op land en het zeemonster Charybdis. En dit is Odysseus die, om niet te prooi te vallen aan Charybdis, te dicht langs de kust voer en een aantal van zijn mannen verloor aan Scylla, lopen mensen met diabetes het risico levensjaren aan de complicaties van een chronisch verhoogde glucose te verliezen door het vermijden van hypoglycemieën. Het is kiezen tussen twee kwaden en een weg terug is er niet. Zonder het zeemonster zou Odysseus ver van Scylla kunnen blijven. En zonder het risico van hypoglycemieën zou het heel eenvoudig zijn om diabetes met insuline te behandelen en de complicaties van hypoglycemieën te voorkomen. De vasculaire complicaties van diabetes zijn dus indirect gerelateerd aan het voorkomen van hypoglycemieën. Maar er is waarschijnlijk ook een directe betrokkenheid. Voordat ik dat uitleg, eerst iets over de klassificatie van hypo's. U heeft al begrepen dat hypo's met ernst kunnen verschillen. De Internationaal Hypoglycemia Study Group houdt zich sinds 2013 bezig met het verspreiden van kennis op het gebied van hypoglycemieën bij mensen met diabetes. In 2017 verscheen deze publicatie over een nieuwe klassificatie, die nadien wereldwijd is overgenomen. Het gaat bij deze klassificatie om een indeling in 3 niveaus. Bij niveau 1 is glucose net gedaald onder de normaalwaarde. Het moet worden gezien als een eerste signaal dat er een hypoglycemie is. Er ontstaan normaal ter lichamelijke reacties, waaronder het vrijkomen van het stresshormoon adrenaline uit de bijnieren en glucagon uit het eilandje van Langerhans, die beide lever aanzetten tot meer glucoseproductie. Daarna ontstaan er bepaalde lichamelijke verschijnselen, zoals zweten, honger en beven, die de patiënt kunnen herkennen en die hem of haar moeten aanzetten iets te eten. Bij 2 niveaus is glucose verder gedaald. We spreken dan over een klinisch serieuze hypoglycemie. Hierbij treedt cognitieve dysfunctie op met vertraging in reactiesnelheid en vermindering van denkvermogen. Die effecten zijn sterker dan het drinken van 2 glazen alcohol en vergelijkbaar met een nacht niet slapen. Zo snel mogelijk ingrijpen is nu echt aangewezen en dat is om het derde niveau te vermijden. Bij het derde niveau, even kijken of die doorgaat. Ja, bij het derde niveau is er sprake van dusdanig gestoorde cognitieve functie of bewustzijnsverlies dat zelf ingrijpen niet meer lukt en hulp van buitenaf nodig is voor het herstel. Meestal gebeurt het door een partner, een ouder of een ander familielid. Soms zijn medische hulpdiensten nodig. U kunt zich voorstellen dat dergelijke hypo's tot ongeluk kunnen leiden en dat ze dan ook niet altijd goed worden erkend. Zoals hier gebeurde bij een man die onder invloed van een hypoglycemie het plein voor het Centraal Station van Amsterdam opreed en voor een terrorist werd aangezien. In dit geval liep de zaak met een sisser af. Maar ongelukken, soms met dodelijke afloop, komen voor en zijn een schrikbeeld voor iedereen met diabetes. Er wordt geschat dat 5-10% van de overlijdens van mensen met type 1 diabetes onder 50 jaar samenhangt met hypoglycemieën. Van het verzakkende effect van hypoglycemieën wordt in de natuur overigens dankbaar gebruik gemaakt. Een aantal jaar geleden werd ontdekt dat deze kegelslakken, die in tropische oceanen leven, insuline inzetten als chemisch wapen in de jacht op voedsel. Zodra een geschikte prooi langszwemt, spuiten ze insuline in het water. Dit verdooft de prooivis zo sterk dat de slak hem in zijn kegel kan vangen om vervolgens op te eten. Hoewel hypoglycemie indirect verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade als gevolg van chronische hyperglycemie,
is er dus ook een directe relatie tussen hyperglycemie en het optreden van hart- en vaatziekten. Binnen het Europese Hyper-Resolve-project proberen we die relatie precies vast te leggen en te verklaren. Een recente analyse onder 22.000 mensen met type 1 of type 2 diabetes met bijna 1 miljoen hyperglycemieën liet zien dat milde en matig ernstige hyperglycemieën bij mensen met type 1 diabetes niet gerelateerd was aan hart- en vaatziekten. Maar ernstige hypoglycemieën waarschijnlijk wel met een 32% hogere kans. Bij type 2 diabetes zijn zowel niveau 2 hypoglycemieën, matig ernstige en ernstige hypoglycemieën, geassocieerd met respectievelijk 36% tot een bijna 2-maal hogere kans op hart- en vaatziekten. Het lijkt dus op dat oudere, minder fitte patiënten met type 2 diabetes kwetsbaarder zijn voor schade door hypoglycemieën in vergelijking met jongere mensen met type 1 diabetes. Het is voor het eerst dat dit effect van hypoglycemieën, uitgesplitst naar ernst en diabetestype, zo duidelijk en gedetailleerd is vastgelegd. Maar hoe die relatie verklaard moet worden, dat is veel minder duidelijk. Een van de factoren die waarschijnlijk een rol spelen is vaatwandontsteking als gevolg van geactiveerde afweercellen. Afweer- of immuuncellen worden in het beenmerg geproduceerd en rijpen daarna verder uit in de bloedbaan om ons te beschermen tegen infecties door bacteriën, virussen en andere micro-organismen. Er zijn al lange aanwijzingen dat verhoogde ontstekingsactiviteit betrokken is bij aterosclerose, ook wel aderverkalking genoemd. Het onderliggende proces bij hart- en vaatziekten. Daarbij is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor getrainde immuniteit van de aangeboren afweer. Hierbij kan kortdurende blootstelling aan de stimulus aanleiding geven tot een langdurig verhoogde ontstekingsactiviteit. Bij de verworven afweer is dergelijke activiteit specifiek gericht tegen de stimulus. Denk maar aan de COVID-vaccinaties, waar het vaccin alleen de afweer tegen COVID versterkt. Maar in het geval van de aangeboren afweer is deze activiteit dus aspecifiek, dus niet gericht tegen de stimulus alleen. Dat biedt weliswaar bescherming tegen tal van verschillende infecties, maar werkt nadelig in de context van hart- en vaatziekten, omdat het ontsteken van de vaatwand aterosclerose, aderverkalking, kan verergeren. De vraag die hij ons stelde is of hypoglycemie een dergelijke stimulus is die het immuunsysteem kan activeren. Om dat te onderzoeken voerden wij een uitgebreid onderzoek uit in Denemarken en Nederland, waarbij in totaal meer dan 100 mensen gedurende een uur aan een hypoglycemie werden blootgesteld. Tijdens het onderzoek werd op gezette tijden bloed afgenomen om immuuncellen te isoleren en verder te onderzoeken. Bovendien lieten de mensen een dag, 3 dagen en een week later nog eens terugkomen voor opnieuw bloedafname. We maakten ook echt van het hart om de hartfunctie te meten. De eerste resultaten van het onderzoek laat ik hier zien. Op de horizontale as aan de figuur aan de linkerkant zijn de tijdspunten van de bloedafname weergegeven. In rood, groen en blauw zijn er 3 soorten afweercellen te tonen. De granulocyten, lymfocyten en monocyten. In reactie op de hypoglycemie ziet u dat de afweercellen alle in een aantal toenemen. Hierna treedt een daling op. Maar met name de aantallen lymfocyten en monocyten, in groen en in blauw, blijven gedurende een week verhoogd. Bij de zogenaamde monocyten treedt ook nog een interessant fenomeen op, en dat is dat deze van karakter veranderen. Van klassieke naar de niet-klassieke vorm, en juist die laatste is sterk pro-inflammatoir en derhalve pro-atrogeen van karakter. Dat is vervolgens ook terug te zien in de productie van ontstekingseiwit aan de rechterkant van deze figuur, die vooral na 3 dagen sterk toeneemt en een week na de hypoglycemie nog steeds verhoogd is. Dit onderzoek laat dus zien dat 1 enkele hypoglycemie bij mensen in staat is van een week lang van verhoogde ontstekingsactiviteit. Na het onderzoek binnen het project, onder meer in proefdieren, zal moeten laten zien of dit inderdaad bijdraagt, of deze ontsteking inderdaad bijdraagt aan aderverkalking. Welke mensen lopen nu het grootste risico op hypo's? Ik vertel dat hypoglycemie een normale aanleiding geeft tot herkenbare symptomen, zodat tijdig kan worden ingegrepen. Mensen die vaak hypo's hebben, lopen kans hieraan te wennen. Dat klinkt positief natuurlijk, maar het leidt ertoe dat deze verschijnselen niet of veel minder optreden of niet of te later zodanig worden erkend of geïnterpreteerd. Dit wordt in het Engels impaired awareness of hypoglycemia genoemd. In het Nederlands te vertalen met verminderde awareness voor hypo's. Bij type 1 diabetes gaat het naar schatting om 25 tot 40% van de populatie die met dit probleem te kampen heeft. Bij mensen met type 2 diabetes komt het minder vaak voor, maar nog altijd bij 1 op de 10 patiënten. Als gevolg van dit probleem hebben zij een verhoogd risico op ernstige hypoglycemieën, en dat risico is ongeveer 6 tot 10 keer, tot 70 keer verhoogd. Wat we graag willen weten is hoe dit gewenningsproces ontstaat. Daar was goed te kijken naar een klassieke stressresponscurve met op de x-as bloed gekozen en op de y-as stressrespons.
Zodra de bloedglucose onder een bepaald niveau komt, in dit geval 4 mmol per liter, zal een respons optreden die sterker wordt naarmate glucose verder daalt, totdat de maximale respons is bereikt. Indien er bij herhaling hypo's optreden, treedt er echte gewenning op. De respons is minder en de curve verschuift naar links. De bloedglucose moet nu dus dieper dalen om eenzelfde respons op te wekken. Hypoglycemie zelf zorgt dus voor een onderdrukte respons op een volgende hypoglycemie. Dit uitzicht informeerde awareness voor hypo's en dat leidt op zich weer tot een verhoogd risico op het krijgen van hypoglycemieën, waarmee de vicieuze cirkel rond is. Overigens is de awareness tijdens slapen ook verminderd. En dat verklaart waarom ernstige hypo's vaker 's nachts optreden en waarom mensen vooral 's nachts bang zijn om een hypoglycemie te krijgen. De oorzaak of het onderliggend mechanisme van dit gewenningsproces moet in de hersenen worden gezocht. De hersenen hebben immers het meest directe lijden van de hypo, omdat glucose de primaire bron van energie is, het verbruik hoog is en een constante toevoer nodig is, omdat de hersenen immers altijd aanstaan. De hersenen zijn ook het enige orgaan waar de glucose min of meer vrijelijk in- en uit kan stromen, zoals hier te zien is op deze PET-scan, waarin gelabeld glucose na opname niet verder kan worden verbruikt, zich ophoopt in de hersenen en te zien is aan de zwarte kleur. Omdat de hersenen zo afhankelijk zijn van een constante toevoer van glucose, van brandstof, initiëren zij zelf de stressrespons in het lichaam in reactie op een hypoglycemie. Dat is goed te zien aan deze functionele MRI-scans van de hersenen gemaakt tijdens een hypoglycemie tijdens een van onze experimenten. Links ziet u de normale reactie met een toename van activiteit in het gebied van de thalamus, te zien aan de rode en gele kleur. Met ook een normaal optreden van hypoglycemieverschijnselen te zien aan de symptoomrespons in het zwart. Aan de rechterkant de situatie van mensen met diabetes en een sterk verminderde awareness voor hypo's. Tijdens hypoglycemie treden geen symptomen op en de scan laat nu geen toegenomen activiteit zien in hetzelfde gebied. Een al wat ouder experiment uit mijn promotietijd illustreert nog wat meer. In dit onderzoek onderzochten we het effect van het inmiddels in onbruik geraakte geneesmiddel tevoline tijdens een hypoglycemie bij mensen met type 1 diabetes. Tevoline lijkt erg op cafeïne en werkt net als cafeïne stimulerend. Dat stimulerende effect wordt althans gedeeltelijk verklaard doordat tevoline en cafeïne de bloedstroming in de hersenen vermindert. In de linkervuur kunt u dat zien aan de oranje lijn. Bovendien is te zien dat tevoline stijging tijdens hypoglycemie kan remmen. Er stroomt dus minder bloed in de hersenen in en daardoor komt er ook minder glucose als brandstof in de hersenen terecht. In de rechtervuur is te zien dat de verschijnselen die de proefpersonen rapporteerden tijdens hypoglycemie waren toegenomen onder invloed van tevoline. Dat effect is sterk zichtbaar in de middelste balk tijdens milde hypoglycemie dus. Door tevoline schuift de curve dus weer wat op naar rechts. Al komt dat vooral doordat we in de hersenen hoog in de dosisresponscurve zitten. Als een afname de bloedstroom in de reactie op een hypoglycemie kunnen versterken, kan je afvragen of verminderde awareness misschien wordt verklaard doordat mensen met diabetes als gevolg van verkende hypoglycemieën een toename hebben in de hersenbloeding. Om dat te onderzoeken maakte gebruik van geavanceerde MR-technieken in samenwerking met Arend Heerschap en Marinette van der Graaf van de afdeling experimentele radiologie van het rapporteur UMC. Hier ziet u wat de experimenten precies inhielden. Proefpersonen kwamen om 8 uur 's morgens naar de MR-afdeling en kregen dan 2 infusies gewacht. 1 in de slagader, om elke 5 minuten bloed te kunnen afnemen, en een ander in een gewone ader, om insuline en glucose gelijktijdig te kunnen toedienen. Daarna namen ze plaats op de MR-tafel en werden ze de scan ingeschoven. Er werden MR-metingen aan het hoofd verricht, terwijl ze gelijktijdig met behulp van insuline een hypoglycemie werd geïnduceerd, gedurende 45 minuten. We voerden die onderzoek steeds uit met 3 groepen patiënten, 3 groepen proefpersonen. Mensen zonder diabetes, mensen met type 1 diabetes die een hypo's normaal voldaan komen, en mensen met type 1 diabetes en een verminderde awareness voor hypo's. Het resultaat van het onderzoek zit hier. Je ziet hier 2 hersenscans van de deelnemer met type 1 diabetes en verminderde hypo-awareness. De scans laten de hersenbloeding zien. Hoe roder en geler de scan, hoe meer de hersenen zijn doorbloed. Aan de scans is duidelijk zien dat de hersenen tijdens hypoglycemie, de rechterkant dus, beter zijn doorbloed dan als glucose normaal is. Als dat bij alle proefpersonen bepaalde, bleek deze toename tijdens hypoglycemie vooral optreden bij mensen met type 1 diabetes, te zien aan de rode en oranje blokjes, en dan vooral bij degene bij verminderde hypo-awareness, in het rood te zien. Terwijl dat niet gebeurde bij mensen zonder diabetes. Je kan je afvragen of die toegenomen hersenbloeding tijdens hypoglycemie ook betekent dat hersenen meer glucose kunnen opnemen en verwerken. Om dat te onderzoeken maakte gebruik van een andere MR-techniek, namelijk zogenaamde 30C spectroscopie. Dat is wat lastiger uit te leggen. Met deze techniek kan je bepaalde magneetgevoelige isotopen meten. In dit geval ging het om koolstof C13. In het lichaam bestaat ongeveer 1% van alle koolstof uit C13. De rest is het niet magneetgevoelige C12. Om de hoeveelheid C13 te verhogen, zoals we in de hersenen konden meten, labelden we de glucose die we tijdens het hypoglycemie-experiment toedienen met C13.
Dat wil zeggen dat een van de 6 koolstofatomen van het glucosemolecuul gelabeld werd met 13C, zoals hier te zien aan het paarse bolletje op positie 1. Met MR spectroscopie kan je het label zichtbaar maken en vervolgens volgen als het door de hersenen wordt opgenomen en tijdens de verwerking in verschillende metabolieten terechtkomt. En u ziet dat aan de knipperende bolletjes. Je krijgt een zogenaamd spectrum, wat je ziet aan de rechterkant, waarin de pieken verschillende van die metabolieten vertegenwoordigen. Via een rekenmodel kan je vervolgens een indruk krijgen van de snelheid van gekozen werking, het gekozen metabolisme. En hier ziet u daar de resultaten van. In de linker figuur ziet u het glucose metabolisme tijdens hypoglycemie bij mensen met mensen met type 1 diabetes in rood en bij degene zonder diabetes in blauw tijdens een hypoglycemie. En u ziet dat de verwerking van glucose bij mensen met type 1 diabetes tijdens hypoglycemie op een hoger niveau lag dan bij mensen zonder diabetes. Je zou dan ook verwachten dat er ook meer glucose over de bloed-hersenbarrière zou stromen bij die proefpersonen met diabetes. Aan de rechtervuur te zien is dat het niet het geval was. Daar waren we wel verbaasd over. Zowel bij normale glucose als tijdens hypoglycemie waren er geen verschillen tussen mensen met en zonder type 1 diabetes. Tijdens hypoglycemie nam de glucoseopname in beide groepen in gelijke mate af. Het hoge metabolisme wordt dus niet verklaard door meer glucosetransport over de bloed-hersenbarrière. Wat is dan wel de verklaring? Daarom is het goed om nog eens terug te gaan naar het model van het glucosemetabolisme in de hersenen. Wat ik u net niet liet zien is dat lactaat vanuit het bloed in de hersenen kan worden opgenomen, kan worden omgezet in pyruvaat en vervolgens op dezelfde manier kan worden verwerkt als glucose. En daarom onderzochten we met een andere MR-spectroscopie techniek wat er met de lactaat in de hersenen gebeurt tijdens de hypoglycemie. Bij mensen met diabetes en normale awareness voor hypo's en willen gezonde diabetes veranderen lactaat in de hersenen niet tijdens hypoglycemie. Maar bij mensen met verminderde hypo-awareness vonden we een daling van maar liefst 20%. Onze conclusie was dat lactaat hier gebruikt wordt als alternatieve brandstof om het tekort aan glucose te compenseren. Maar er waren ook critici die vroegen of het niet gewoon meer lactaat in de hersenen werd opgenomen bij deze mensen. Daarvoor bedachten we een nieuw experiment. U kent lactaat waarschijnlijk wel als melkzuur uit de sportwereld. Bij te intensieve inspanning is er in de spieren te weinig zuurstof om glucose te verbranden. De verbranding vindt dan zonder zuurstof plaats en daarbij komt lactaat vrij. In de volksmond heet dat verzuring inderdaad in de zuurgraad in het bloed toe. Een van de sportvormen waar veel lactaat bij vrijkomt is zogenaamde high intensity interval training. Het is een vorm van sport die de laatste tijd erg populair geworden is en bestaat uit sessies van korte, excessieve inspanningsoefeningen. Wij onderwierpen onze proefpersonen aan een HIIT-sessie die bestond uit 3 sessies van 30 seconden zo hard mogelijk fietsen op een fietsergometer, een soort home trainer. Je kunt aan de figuur zien dat dit bij alle 3 de groepen deelnemers leidt tot een meer dan 15-voudige stijging van de melkzuurspiegel. Hierna brachten we bloedglucose omlaag en legden men mensen in de MR-scanner om lactaat in de hersenen te meten. Lactaat werd gemeten in een temporaal kwab aan de zijkant van de hersenen in een gebied met zo weinig mogelijk bloedvaten. Aan spectrum kunt u aan de stijging van de 2 koppige piek duidelijk zien dat de hoeveelheid lactaat in de hersenen na de HIIT-sessie toeneemt en dat gebeurde in alle groepen. Maar hoewel er geen verschil was tussen 3 groepen in lactaatconcentratie in het bloed, bleek de concentratie in de hersenen hoger zijn bij mensen met diabetes dan die zonder diabetes en dan met name weer bij degenen met verminderde awareness voor hypoglycemieën. Als we vervolgens doorgingen aan het meten, sloeg de concentratie in de hersenen opnieuw om bij deze mensen naar een daling onder de uitgangswaarde, terwijl het bij de andere 2 groepen niet of nauwelijks gebeurde. Het is nu duidelijk dat dit niet wordt veroorzaakt door geringer transport. Integendeel, het transport van lactaat in de hersenen is bij deze mensen juist toegenomen. Bij mensen met diabetes en hun hypo's niet goed voelen, wordt tijdens hypoglycemie dus zowel meer lactaat in de hersenen opgenomen als meer verbruikt. En de hersenen worden dus ook meer beter bloed. In het laatste experiment wilden we dus ook kijken wat de relatie was tussen die 2. Deelnemers met type 1 diabetes ondergingen opnieuw een hypoglycemie-experiment in de MR-scanner. Eenmaal kregen ze lactaat toegediend en 1 keer kregen ze via een infuus placebo-middel. De gehele tijd werd de hersendoedeling gemeten. En opnieuw zie je hier een afbeelding daarvan. En wat je aan de rodere kleur van de scans kan zien aan de rechterkant, is dat de doedeling tijdens toediening van lactaat duidelijk is toegenomen ten opzichte van placebo. Aan de figuur rechts is te zien dat dit direct gebeurt en daarna ook niet meer verandert. Dit duidt erop dat lactaat in de hersenen dus een hele prominente rol speelt bij het ontstaan van verminderde awareness voor hypoglycemieën bij mensen met diabetes. Het wordt in verhoogde mate opgenomen in de hersenen, het verbruik ervan is toegenomen en het zorgt ook voor een toegenomen hersendoedeling. Je kan je afvragen waarom het eigenlijk gebeurt. Wat is het doel daarvan? Wij denken dat die aanpassingen gericht zijn om de hersenen te beschermen tegen schade als gevolg van tekort aan brandstof, lees glucose tijdens een hypoglycemie. Het verklaart mogelijk waarom hersenschade ook bij mensen met zeer frequente hypoglycemieën toch relatief maar weinig voorkomt. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat dit geen of niet voldoende bescherming biedt tegen het optreden van ernstige hypoglycemieën die juist vaker voorkomen.
Daarom onderzochten wij onlangs bij een grote groep mensen met type 1 en type 2 diabetes het cognitief functioneren tijdens de zogenaamde level 2 hypoglycemie met een rekentest. Niet verbazingwekkend ziet u dat mensen tijdens hypoglycemie minder goed kunnen rekenen dan tijdens normale glucose. Maar opvallend genoeg deed iedereen het even slecht. Mensen met verminderd awareness voor hypo's deden het dus niet beter. En dit verklaart waarschijnlijk hun verhoogde risico op het krijgen van ernstige hypo's waarbij hulp van derden nodig is. Hoe is de stand van zaken op dit moment? Sinds 2006 hebben we een aantal maal bij de type 1 diabetespopulatie van het rapporteur UMC de prevalentie van verminderde awareness gepeild. Toen we dat voor het eerst deden in 2006 bleek bijna 35% van de mensen te voldoen aan de criteria voor verminderde awareness. Dat is 5 jaar later niet veel veranderd. Maar in 2016 ziet u dat er een kleine omslag daar te komen. En toen we de peiling vorig jaar opnieuw deden, zagen we nog maar de helft van het aantal mensen verminderd aware waren voor hypoglycemieën. De belangrijkste oorzaak van deze verbetering is waarschijnlijk het sterk toegenomen gebruik van zogenaamde glucosesensoren bij de behandeling van type 1 diabetes. Met deze apparaten kan de glucose continu real-time worden gevolgd, zodat de sterke stijgingen en daling van de glucose in de vroegtijdige stadium kunnen worden opgemerkt en worden voorkomen. In 2016 werden glucosesensoren nog maar voor een klein deel van de diabetespopulatie gebruikt en vergoed, maar vanaf december 2019 is vergoeding van één bepaalde sensor voor alle patiënten met diabetes type 1 beschikbaar gekomen. In de peiling van vorig jaar gebruikte daarom ook maar liefst 50% van de populatie zo'n sensor. Desondanks kwam nog steeds ongeveer 1 op de 6 personen met type 1 diabetes met verminderde awareness voor hypoglycemie. En als we kijken naar de consequenties daarvan, kunnen we constateren dat deze mensen nog steeds een 3 keer zo hoog risico hebben op het krijgen van ernstige hypoglycemie in vergelijking met mensen met een intacte awareness voor hypo's. We zijn er dus nog niet. Wat kunnen we doen om de hypoglycemieproblematiek onder controle te krijgen? Er wordt veel gesproken over de zogenaamde kunstmatige alvleesklier. En ook in Nederland wordt daar veel onderzoek naar gedaan. Met een kunstmatige alvleesklier wordt een systeem bedoeld waarbij de glucosesensor wordt verbonden aan een insulinepomp. Via een controlealgoritme wordt afgifte van insuline door een insulinepomp gestuurd door de glucose data uit de sensor. We spreken dan ook wel over een closed loop systeem. Bij een volledig gesloten systeem hoeft de patiënt zelf niks meer te doen. Maar een dergelijk systeem is nog niet officieel op de markt. Het systeem dat al wel kan worden toegepast is het semi- of hybrid closed loop systeem, waarbij patiënten bijvoorbeeld nog wel insuline moeten toedienen bij maaltijden. Een recent onderzoek heeft laten zien dat behandeling met een semi closed loop systeem gedurende een half jaar het aantal hypoglycemieën, waaronder ernstige bij mensen met type 1 diabetes en verminderde awareness, met maar liefst 75% kon reduceren. De vraag is of die technologie ook de mate van awareness kan verbeteren. In een andere studie, een kleinere studie, daalde met closed loop systemen eveneens het aantal ernstige hypoglycemieën met maar liefst 75%, zoals je hier kan zien in de linker figuur. In de figuur ernaast ziet u het effect op de mate van awareness, waarbij een lage score betere awareness betekent. Met de closed loop behandeling neemt de score inderdaad af, hetgeen dus past bij verbeterde awareness. Maar het effect is maar heel beperkt en een score boven 4 past nog steeds bij aanzienlijke verminderde hypo-awareness. De meeste mensen bleven dus verminderd aware voor hypo's, ondanks de behandeling. De reden daarvoor is dat bepaalde verschillen in de hersenen tussen mensen met en zonder verminderde awareness en die verband houden met hoe stressvol en hoe onbehagelijk hypo's worden ervaren door de behandeling niet veranderden. Deze mensen behouden een bepaalde mate van onverschilligheid ten aanzien van hypoglycemie en zijn dan minder geneigd deze te voorkomen of tijdig te behandelen. Er zou dus alles aan gelegen moeten zijn om deze problematiek te voorkomen. De recent verschenen richtlijn voor glucose zelfmanagement van de Nederlandse internistenvereniging speelt daarop in door de keuze van een glucose sensor en is in de behandeling nadruk te laten plaatsvinden in samenspraak tussen mensen met diabetes en hun behandelaars. Een stapplan voorziet erin om voorkeuren, behandeldoelen en capaciteiten mee te laten wegen. Een gesloten systeem kan dan sneller worden ingezet als behandeldoelen niet worden gehaald en er voldoende motivatie voor is, zonder dat hoeft te worden gewacht op verslechterde awareness of ernstige hypo's. Veel meer behandeling op maat dus om deze problematiek te voorkomen, maar wel degelijk gestuurd op evidence, wetenschappelijk bewijs, dat laat zien dat met closed loop systemen de beste gekozen regulaties te bereiken. Al is ook de Engelse richtlijn recent in die richting aangepast. Helaas blijkt de richtlijn daarmee te veel voor de troepen uit te lopen. En dat met name de troepen die het geld beheren en gaan over de voedingscriteria. In een e-mail van vorige maand oordeelt het Zorginstituut dat zij de wetenschappelijke onderbouwing voor een brede indicatiegebied van gekozen sensoren te beperkt vindt. Lees, te duur. Dat is op zijn zacht gezegd teleurstellend en getuigt van weinig inzicht in de problematiek rondom gekozen regulatie en hypoglycemieën. Maar het betekent ook dat we nog beter moeten laten zien wat de impact is van hypoglycemie op het leven van mensen met diabetes. En daar zijn we druk mee bezig. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat niet iedereen met glucose sensoren en insulinepompen kan of wil behandeld worden. En dat dergelijke apparaten in grote delen van de wereld eenvoudigweg niet beschikbaar zijn. Zeker niet in landen waar de beschikbaarheid van insuline zelf al een probleem is.
Ook voor hen zullen oplossingen moeten worden gevonden om het risico van hypoglycemie zoveel mogelijk te beperken. Dames en heren, ik ben aan het einde gekomen van mijn reden. Ik heb u laten zien dat 100 jaar na de ontdekking van insuline als behandeling voor diabetes hypoglycemie nog steeds heel veel voorkomen. Dat deze direct of indirect de oorzaak zijn van chronische hyperglycemie en de achtbanige koosschommelingen en op lange termijn schade kunnen veroorzaken aan hart- en bloedvaten. We zullen alles op alles moeten zetten om hypoglycemie uit de levens van mensen met diabetes te bannen naar een leven dus zonder pieken en dalen. Daarom zullen niet alleen de kwaliteit van leven verbeteren en stijgen, maar gezien de kortere levensverwachting juist ook de levensduur zelf. Ik wil graag afsluiten met dank van een aantal mensen die me gewacht hebben waar ik nu ben. De lijst is lang om iedereen apart te noemen, maar een aantal kan en wil ik niet onbesproken laten. Ik dank als eerste het college van bestuur van de Universiteit van Maastricht en de raad van bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum voor het in mij gestelde vertrouwen. Mijn dank gaat ook nadrukkelijk uit naar al die mensen met diabetes die ik heb mogen begeleiden, of die bereid waren om deel te nemen aan onze onderzoeken, die me hebben laten zien wat het hebben van diabetes in de dagelijkse praktijk betekent. Als mij gelukt is daar iets van over te brengen vandaag, dan is de dag wat mij betreft al geslaagd. Hoogleraar Sterhard, beste Koen. Hoogleraar Schapen, beste Nicolaas. Ik dank jullie voor het aanbod om naar Maastricht te komen en voor de kans die jullie mij hebben geboden om mijn onderzoek op het diabetesgebied verder vorm te geven en uit te breiden. Ook dank aan de leden van het managementteam van de Maastricht-studie voor het warme welkom en het mijn wegrechts maken in de complexiteit van dit prachtige project. Hoogleraar Brouwers. Daar. Beste Martijn. Ons kennismakingsgesprek vond plaats in een vrij verlaten wegrestaurant langs de A73. Veel troosteloos, kan je het niet bedenken. We bleken en blijken over veel zaken hetzelfde te denken. En als zo'n omgeving een goed gevoel kan geven, dan zitten we goed, dacht ik, toen we op het project als afzet van elkaar namen. Dat is ook uitgekomen. Ik waardeer onze samenwerking zeer en de manier waarop je leiding geeft aan de onderafdeling endocrinologie. En ik kijk uit naar jouw oratie volgend jaar. Ik bedank ook graag mijn nieuwe endocollega's voor het hartelijke welkom in Maastricht. En met name voor een onvermoeibare geduld als ik weer eens aanklopte met een domme endovraag. Bedank hierbij ook de fellows voor hun collegialiteit, de prettige sfeer en de hulp die ik meer dan eens nodig had als ik weer eens vastliep met SAP. Ook dank aan de diabetesverkundige, verpleegkundige specialist en diëtist van het diabetesteam van Maastricht voor de warme ontvangst. Ik kijk ernaar uit met jullie verder te werken aan betere diabeteszorg, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Dan naar Nijmegen. Hoogleraar Tak, beste Kees. We werken inmiddels meer dan 20 jaar samen. Oh, wacht even, ik moet even terug, geloof ik. Ging al te snel. We werken inmiddels meer dan 20 jaar samen. Het is onmogelijk om mijn waardering en dankbaarheid in een paar zinnen te vatten. Ik bewonder je scherpzinnigheid, je doelgerichtheid en je gaven om direct tot de essentie door te dringen. Daarnaast ben je oprecht en eerlijk. Het was aan jou te danken dat wij de coördinatie van het Europese project HyperResolve naar ons toe konden trekken en dat ik daar een leidende rol in kon spelen. Ik ben blij dat je me mijn overstap naar Maastricht gunde en dat dit ons samenwerken niet in de weg heeft gestaan. De alliantie tussen Nijmegen en Maastricht werkt wat dat betreft in ons voordeel. Ik dank ook mijn collega-internist diabetologen, diabetesverpleegkundigen en psychologen van de sectie diabetes in het rapport UMC in Nijmegen voor de jarenlange steun, de collegialiteit en geweldige samenwerking waar ik nu nog de vruchten van pluk. Mede door het overlijden van mijn BRD hebben jullie een zware tijd achter de rug, maar het aantrekken van een nieuwe collega onlangs hoop ik dat er weer betere tijden zullen aanbreken. Mijn dank gaat nadrukkelijk ook uit naar de promovendi die ik de afgelopen jaren heb mogen begeleiden. Jullie zijn de kurk waar de wetenschap op drijft. En veel van wat ik heb laten zien is, vaak letterlijk, onder jullie handen ontstaan. Het geeft elke keer weer ongelooflijk veel voldoening om te zien hoe jullie je in korte, of soms iets minder korte tijd, hebben weten te bekwamen op het gebied van de wetenschap. Heel fijn ook voor de onderzoekers van nu dat jullie bereid waren om onze bespreking te plannen op mijn Nijmegendag. En ik dank ook Evertine Abink, geweldig dat we na onze promotietijd weer kunnen samenwerken. Dan mijn familie. Lieve papa, hoe graag had ik gezien dat jij vandaag op de eerste rij had gezeten, maar helaas kan je dat niet meer meemaken. Meer dan 30 jaar geleden nam je zelf afscheid als hoogleraar. En hoewel je zonder veel moeite je baret aan de wil ging, omdat je genoeg had van de steeds schrobbige bureaucratie, sorry pap, dat is alleen maar erg geworden, weet ik dat je enorm trots zou zijn geweest en me s'avonds met tal van kwinkslagers hebben toegesproken. De gedachte daaraan maakt gelukkig veel goed. Lieve mama, je zorg, liefde en steun zijn oneindig en onverprezen. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die je lief is. Je bent betrokken en geïnteresseerd in wat we allemaal doen. Je houdt je op de hoogte, staat midden in de maatschappij, al sta je niet graag in het middelpunt van de aandacht en al helemaal niet op foto's. Tenzij het tussen de kleinkinderen is, dan straal je en dat kan en mag nu iedereen zien. Lieve Karin, na mama ken jij mij het langst van allemaal en misschien ook wel het best.
We kunnen altijd van elkaar op aan, in goede maar ook minder goede tijden, dan hebben we een half woord genoeg. Ik ben geweldig trots op wat jij en Peter samen hebben bereikt, met elkaar, met jullie gezin, met de Mariënte, en met het bedrijf dat jij hebt opgezet en dat jullie daarna hebben uitgebouwd tot het instituut dat het nu is. Je bent een geweldige zus. Lieve Ruben en Evi, het is fantastisch om jullie vader te zijn. Te zien hoe jullie zijn opgegroeid tot de twee mooie mensen die er nu zijn. In veel opzichten verschillend en eigen weg wandelend, maar tegelijk ook echt moeder en zus. Ik geniet van jullie verhalen, van de discussies en voor de spiegel die jullie me af en toe voorhouden. Maar bovenal ben ik enorm trots op jullie. Lieve Jeanette, ik laag maar je enthousiasme, je liefde, warmte en de spontaniteit. Overal voorgaan, gaan, dat betekent poëzie afwerken het weekend, maar ook vooraanstaan bij muziekoptredens, sporten en een groot hart voor de mensen om je heen, of thuis of op werk. Lieve Jeanette, je kreeg me op de dansvloer, ik kreeg jou op de mountainbike. En als die verhouding door corona wel een beetje scheef groeit, en of het nou op de dansvloer is of een modderig fietspad, samen met jou is het leven mooi. Ik heb gezegd. Geachte professor de Galan, beste Bastiaan. Het valt even stil zo op het einde. Met al die emoties. Heerlijk op de vrijdagmiddag, vind ik altijd. Met nog zelf joelende geluiden, dat horen we niet vaak na een oratie. Dus ik hoop dat dat op beeld staat, dat je dat nog eens kan terugkijken. Wat een mooie lezing had je. Ik denk dat veel mensen hier in de zaal, even los van de vakgenoten, allemaal wel iemand kennen met diabetes. En dan is het altijd de kunst als orator om een verhaal te houden wat zowel de vakgenoten interessant vinden, dat ze niet naar buiten lopen van, nou dat was echt zeg maar oppervlakkig, dan krijg je dat commentaar. Maar je wil ook dat de zaal het kan begrijpen. Nou, ik hoor natuurlijk bij de Leek als hoogleraar in het recht en ik heb echt een heel groot deel van jouw verhaal goed kunnen volgen. En het deel wat ik niet heb kunnen volgen, dat hebben de vakgenoten kunnen volgen. Dus je hebt perfecte balans gekozen. Dus daarvoor alvast in ieder geval de complimenten. Ja, hiermee zijn we ook aan het einde van deze academische zitting gekomen. En dat betekent niet dat we naar de receptieruimte gaan, helaas. Dat zou ik normaal zeggen, dan zouden we nog even door kunnen praten. Maar ja, helaas wegens alle maatregelen zullen wij het gebouw ook echt weer gaan verlaten. En dat doen we nadat we het cortège als eerste naar buiten laten gaan. En u kunt allemaal uw weg weer via de voorkant van het gebouw vinden. Het is enorm niet Limburgs dit. Het is niet gastvrij, maar dat is wat het is. Ik wens u allemaal een gezond en dat vooral weekend. En laten we hopen dat vanavond de maatregelen die er komen, dat die ons weer perspectief gaan bieden. En heel veel dank voor jouw mooie reden. En dan sluit ik hiermee deze academische zitting.